Oké, dames en heren, omdat een aantal van u zei van waarom niet gewoon nu, spelen we alvast nu voor u het stukje als u wil. Het heet Adventures of a Nerd Boy van Giel Meijering. Giel Meijering is een geweldige componist uit Amsterdam. Hij verschuilt zich al in zijn kamertje, dus niemand kent hem misschien, maar hij heeft ontzettend veel geschreven. Van metropolitan jazzstukken tot hele hedendaagse klassieke muziek. En dit stuk gaat over het einde van de culturele wereld in Nederland. Het is, vorig jaar heeft het geschreven toen de regering besloten had dat alle cultuur in Nederland wel zonder subsidie zou kunnen. En hij stelt zich voor dat wij kunstenaars allemaal op ons eigen bergje zitten, urenlang die kunst te maken, of dat keramiek of schilderkunst of muziek is, om het maar nog mooier, nog beter te maken. Hij stelt zich dat voor, het is een beetje nerdachtig natuurlijk, een beetje autistisch is het wel, om die uren in je kamertje door te brengen. Dat is die nerdboy. En hij stelt zich voor dat de Nederlandse regering ondertussen probeert, als wij op het bergje zitten, de hele onderkant van die berg met grote shovels weg te halen. Nou, daar heeft hij een stuk over gemaakt, Adventures of a Nerdboy. Thank you.
Thank you.